Utrechtse festival Smeerboel had een nogal ongelukkige stunt offline. Ja, de kaartjes die zijn een stuk duurder geworden door de inflatie. Dus overwegen meer mensen. Nou, naar welk festival ga ik dan uiteindelijk toe? En dan hoop je als festival dat je toch een beetje een goede campagne kan voeren om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen. Alleen heeft Smeerboel de plank wel misgeslagen. Ze adverteerden met deze timetable. Dat is een schema voor de festivaldag. En daarin staat ook het gebruik van drugs ingepland. Halve pil erin staat er om 12:30 en bijpakken om 17:30. Nou, op sociale media volgt heel veel kritiek. Experts die zeggen dat drugsgebruik zo normaal wordt gemaakt, wordt gepromoot zelfs. Mensen zijn zo sneller geneigd om te denken dat ecstasy of drugs er nou eenmaal bij horen, zeggen zij. En staatssecretaris Van Ooyen die wilde de post zo snel mogelijk van de kanalen af hebben. Nou, het festival zelf zegt, ja, het gaat om een grap. Het is een dikke knipoog om een taboe te doorbreken. Want drugs worden nou eenmaal gebruikt op festivals. Daar moet over gepraat worden, zeggen zij. Ze zeggen ondanks deze post wel een zero-tolerance-beleid te hebben als het gaat om drugs. En het festival is dan komend weekend. En ze zeggen, ja, dat hebben we ook komend weekend nog steeds. En daar gaan we goed op letten. En de post is nu offline. Ja, een taboe doorbreken. Is dat nodig, denkt u? Op zich is het goed om dingen bespreekbaar te maken. Maar Smeerboel maakte hier wel echt een jambol natuurlijk van. Want het is gewoon, ja, het is verboden om drugs te promoten. Dat is in Nederland helder. En dat willen wij ook niet veranderen. Want uiteindelijk is het echt niet zo heel erg goed voor je. En dan houden ze zich daar niet aan. Ja, dat is gewoon de wet overtreden. En dat mag niet. Dus ja, het is zeker waar dat op festivals wordt veel drugs gebruikt. En misschien is het goed om daar wel gesprek over aan te gaan en te kijken hoe je dat veiliger kan maken. Maar het is wel verboden, dus dan moet je er geen reclame voor gaan maken. Het blijft natuurlijk ingewikkeld ook wel weer. Hè? Dat net zoals bijvoorbeeld, je hebt voor van die festivals staan dan van die containers met lever hier legaal je drugs in. Maar vervolgens als je op dat festival loopt, zit iedereen aan het drugs. Dus ik begrijp ergens wel wat ze zeggen. Niet om het zo op deze manier te promoten, maar dat er iets doorbroken moet worden. Want het is natuurlijk een vreemde situatie, toch? Ja, maar zeker is dat een vreemde situatie. Daarom vinden wij het ook heel belangrijk dat we nu bijvoorbeeld met softdrugs, met wiet, dat we overgaan op dat we dat gaan reguleren. Want nu mag je het wel verkopen, maar je mag het niet telen. Ja, dat is een hele rare tegenstelling. En dan kan je ook kijken hoe dat gaat, wat het oplevert. In veel andere landen zie je dat het daardoor gezonder wordt en veiliger. En dat je er belasting op kan heffen. Dat zou iets zijn, daar kun je misschien wat van leren. En dan kun je ook naar dit soort dingen als partydrugs gaan kijken. Maar ja, deze manier, ja, ik denk, van timetable. Even los van het inhoudelijke verhaal is Smeerboel natuurlijk maximale exposure gekregen. Dus als het de bedoeling was om op te vallen tussen de andere evenementen en mensen te trekken, hebben ze nu 100% prime time. Laten we snel doorgaan dan. Want... Ja, ging...